De tweede helft van het musicalseizoen gaat nu echt beginnen en wij trappen af hier in het Beatrix Theater in Utrecht bij de première van Tommy Christian als Emilio Estefan in On Your Feet. Ontlading, dat zou een beetje een overstatement zijn. We zijn al een paar weken aan het spelen, maar om nu zo extra in het zonnetje gezet te worden en me extra gesupport te voelen, gevoeld te worden door mijn hele cast die allemaal achter de schermen gewoon weer zichzelf allemaal hebben opgepept om gewoon een extra energie in de show te pompen vanavond. Dat is superleuk en we hebben een goede show gedraaid en nu lekker door, lekker spelen. Je hebt nu al een paar maanden On Your Feet, je hebt alle voorstellingen gespeeld tot nu toe. Niet een beetje moe? Nee. Kijk, het is een pittige show, absoluut. De show is pittig en vocaal is pittig. Ik ben gewoon veel op het toneel en backstage gebeurt er veel qua snelverkledingen en gebeurens. Dus ik heb eigenlijk geen tijd om te zitten. Maar het is heerlijk. Ik vind het echt heerlijk. Het is een feestje voor ons, maar voor de hele klas. En dat komt ook wel door de groep hoor. We hebben echt een hele leuke, fijne, relaxte groep die er echt helemaal voor gaat. Dus dat is voor ons heel fijn. Dus ik ben nog niet dat ik denk, ik wil niet meer. Totaal niet. Vanavond de première van Tommy, dan eindelijk als Emilio. Je hebt natuurlijk met zowel Jim als Tommy al gespeeld. Wat zijn nou voor jou de grootste verschillen tussen deze twee mannen? Als mens zijn ze al enorm verschillend. Net zoals ze natuurlijk wel allemaal heel erg verschillend zijn. Maar het leuke vind ik eigenlijk wel dat... voor mij om te spelen is het lengteverschil is eigenlijk al één. Met Tommy sta ik zo en met Jim sta ik zo. Maar dat is voor mij dus al een verschil. Maar het leuke aan die twee is dat ze allebei hun eigen versie van Emilio hebben. Maar dat het dus op beide manieren kan. En dat het op beide manieren... Ja. Toch in allebei een fantastische show is. En voor mij is het heel fijn dat ik gewoon elke avond met iemand nieuw speel. Dat we even vers is bijvoorbeeld. Ja, en ik hou van ze allebei. Dus ik heb eigenlijk gewoon geluk dat ik er twee heb. En die muziek van Gloria Estefan verveelt nooit? Nee, serieus. Maar dat is echt waar. Dat is zo briljant geschreven. En ik heb het met de repetitieperiode al altijd in mijn hoofd gehad. Maar ik heb nog steeds zoiets dat ik denk, oh, dit is zo'n lekkere muziek ook om te zingen. Ja, en alleen als je kijkt naar de uptempo songs, wat die band doet. Want onze band is geweldig. Die maakt het gewoon, die maakt de muziek echt. En dat is zo fijn dat je dat achter je live hoort gebeuren. Dat vind ik echt nog elke avond genieten. Voelde het nou eigenlijk wel als een première voor jou vandaag? Want ja, je speelt toch al 3 maanden met succes. Ja.
Ja, uiteindelijk voelde het wel als een première. In het begin niet, weet je wel. En dan dat je ook bijna vooral verontschuldigen tegen je collega's. Ja, sorry, weet je, we komen nu in één keer spuitelven, want we zijn al zo'n tijdje bezig. Maar dan gaandeweg komen er allemaal journalisten en pers en dingen. En dan hoor je alle mensen van, oh, we komen nu naar het theater. Mijn gasten die ik had uitgenodigd. En je merkt ook in de cast dat mensen het toch ook wel... Oké, dat is Tommy's première. We moeten wel echt even deliveren vandaag, weet je wel. En dat heeft iedereen gewoon gedaan. Dus het is geslaagd avond. En tot slot, het is jouw 10e productie, niet jouw eerste productie ook in dit theater. Hoe bevalt het tot nu toe, On Your Feet, 3 maanden succes? Ja, te gek. Het staat echt wel in mijn top 3 van mijn tofste producties die ik heb gedaan. En ook qua rol en om met Emilio en Gloria te mogen werken is natuurlijk fantastisch, weet je. Dat is zo'n unicum om dat te kunnen meemaken. Dus ik, I'm considering myself a lucky person.